Jezus kwam aan in Nazareth, waar hij was opgegroeid. Hallo. Hallo. Het was zijn gewoonte om op Sabbat naar de synagoge te gaan. Men vroeg hem een gedeelte uit de profeet Jesaja voor te lezen. Luister, de geest van God is op mij. Hij heeft mij gekozen om goed nieuws aan armen te brengen. Hij stuurt me om gevangenen vrij te zetten en de blinden te laten zien. Om vrijheid te geven aan onderdrukte en te verkondigen dat de tijd is gekomen dat de Heer zijn volk zal redden. Nou, hij weet het wel te vertellen. Vandaag is dit schriftwoord vervuld. Precies zoals het er staat. De schrift in vervulling? Die belofte kan alleen de Messias vervullen. Hoe kan dat? Natuurlijk zult u tegen me zeggen, dokter, genees uzelf. U zult ook tegen me zeggen, we hebben gehoord wat u in Kafarnaüm deed. Doe dat hier in uw vaderstad. Maar ik zeg u dit, geen enkele profeet is welkom in zijn eigen stad. Ze waren van plan hem in de afgrond te duwen, maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.